Yes, een hele goede middag. Zoals beloofd, een filmpje over vragen stellen en de antwoorden oppikken, horen, zien. Hoe werkt dat nou, die vragen stellen en vooral ook die antwoorden? En hoe komt het toch dat die antwoorden niet komen of niet lijken te komen? En gisteren had ik een post geplaatst van Universum. Ik vraag je nu om hulp en laat het heel luid en duidelijk aan mij weten wat de bedoeling is. En vragen stellen is zo fucking magisch. En iedereen die mij al vaker volgt, weet hoe dol ik op vragen stellen ben. Begin dit jaar heb ik ook elke dag vragen gesteld. En als je goed opgelet hebt. Nou, niet goed opgelet, maar in de diamanten boodschappen zie je ook vaak vragen staan. Want vragen stellen opent je bewustzijn. Laat ik eerst even uitleggen wat voor soort vragen er zijn en wat eigenlijk het nut van vragen stellen is. Kijk, ik zeg soms wel eens, je hebt vragen en je hebt vragen. En je hebt vragen om hulp, je hebt vragen om helderheid. Je hebt vragen om inzicht, maar ook manifesteren. Manifesteren is ook een manier van vragen stellen. En dat is weer een iets andere. Voor mij zit er wel een iets ander verschil in. Maar uiteindelijk gaat het allemaal over het stellen van vragen. En ik ben heel erg benieuwd, want ik zie dat er 16 kijkers online zijn. Hallo allemaal! Maar ik zie nog helemaal geen berichtjes. Dus. Kan iemand me laten weten of ik ook goed te horen ben voordat ik mijn hele verhaal aan het vertellen ben. En wij hebben. Ja, hey, hallo Paul. Wij zijn zo gewend dat als we een vraag stellen, dat we meteen een antwoord krijgen. Maar dat is niet hoe het universum werkt. Ah, dank je. Fijn dat jullie even een berichtje sturen. Dan weet ik dat alles goed doorkomt. Een vraag stellen opent namelijk je bewustzijn. En dat niet alleen. Een vraag stellen opent jouw helder weten. En dat is gewoon wat zo onwijs gaaf is. En heel vaak, ook in een gespreksvorm, merk ik heel vaak privé of tijdens mijn werk, dat ik vragen stel en mensen zeggen, ja, maar dat weet ik niet. Eigenlijk, met dat antwoord, gooi je meteen je helder weten dicht. Blok je meteen je bewustzijn af voor. Dus elke keer schrijf op een briefje drie woorden die je niet meer mag zeggen is, ik weet het niet. Komt letterlijk met z'n allen een massaal, ik weet het niet, verbod gaan houden. Want op het moment dat je ik weet het niet zegt, dan heb je gewoon die toegang tot het universum al geblokt. En ook de toegang tot je helder weten. Dus op het moment dat jij een vraag stelt en ergens in gedachten heb je al gedacht, ik weet het niet. Forget it. Dan krijg je de informatie niet tot je. Nou ja, er zijn dus een tal van verschillende vragen. En antwoorden krijg je ook op heel veel manieren. En dat is vaak waar vragen stellen de mist in gaat. Is dat wij het zelf het grote hoe gaan invullen. En als je wil samenwerken met het universum, dan is het totaal niet de bedoeling dat jij het hoe in gaat vullen. Nee, want het universum weet altijd wat voor ons de beste optie is. En dat kan best zijn, nou ja, dit is dan wel een stukje manifesteren, maar stel je voor je hebt een nieuwe auto nodig. En je vraagt aan het universum, ik heb een nieuwe auto nodig, breng een auto op mijn pad. Dan gaat het universum voor jou de juiste auto zoeken. Maar als jij hebt besloten, die auto moet moet rood van kleur zijn. En die moet ook een schuifkanteldakje hebben. Ik zeg maar wat, ik noem maar iets geks. Dan sluit je eigenlijk als het ware alles af. En dat is iets wat wij zo gewend zijn om te doen. Het is ook, universum, breng een liefdespartner op mijn pad. Maar wat er dus heel vaak gebeurt, is dat we al zeggen, ja, maar die liefdespartner die moet blond haar hebben, of die moet krullen hebben, of hij moet dit, of hij moet zus, of in het geval van vrouwen. En dat is niet hoe het universum werkt. Dus wij hebben de neiging om het grote hoe in te vullen. Waardoor je dus letterlijk niet ziet of überhaupt wel een antwoord gekomen is op jouw vraag. Want je hebt het beeld al ingevuld. En dat beeld invullen, dat is iets wat we met z'n allen standaard doen.
Maar zo werkt het universum niet. Dus overal waar jij eigenlijk een beeld hebt ingevuld, gum het beeld weg, weet je? Waar mensen ook vaak de zeik mee ingaan, ik zeg het maar gewoon, is dat als je bijvoorbeeld, ik wil mijn overleden oma zien. Dus dan vraag je aan je overleden oma, oma, ik wil een boodschap en ik wil jou zien. Dan ben je zo gefocust op dat zien. En dan krijg je opeens van de buurvrouw een bos bloemen. En jij denkt, ja, waarom krijg ik die bos bloemen? En dan heeft je oma die bos bloemen gegeven. Want je oma heeft niet de energetische kracht om zich visueel te maken. En jouw helder zien is waarschijnlijk niet voldoende ontwikkeld om die twee te laten manifesteren. Dat is ook iets, en dat is ook weer zo'n voorbeeld eigenlijk van het hoe invullen. Dus je vraagt aan je oma, oma, ik heb hier hulp bij nodig. En vervolgens laat je het los. Laatst tijdens de Channel Challenge, toen vertelde ik naar de groep van mensen, we hebben met 50 mensen, dat is echt heel cool, hebben we met z'n allen 9 dagen lang elke dag gechanneld. En toen vertelde ik bij moeder Maria dat ik van mijn oma een rozenkrans kreeg en... Nou ja, ik vertelde eigenlijk een heel verhaal. Ik zeg, ja, het is eigenlijk wel bijzonder. Ik had een hele bijzondere band. Maar eigenlijk is er nog nooit echt, niet echt heel duidelijk tot mij doorgekomen. En vervolgens ga ik moeder Maria channelen. En komt mijn oma gewoon tussendoor met een boodschap. Ah! Ik bedoel, hoe gaaf is dat? En dat is dus een bewijs dat het universum en contact met spirit guides, contact met overleden mensen altijd... anders werkt als hoe jij bedenkt. Dus dat grote hoe, dat is echt een van de grootste blokkades waarmee je eigenlijk jezelf in de weg zit. Wat ook niet werkt, is controle. En dat heeft natuurlijk ook, er zit ook controle achter dat hoe. En stel je voor, jij hebt met je mind besloten, ik wil dit of dat. En je zet daar controle op, dan als het ware, wat er gebeurt met controle is, ik stel altijd zo voor, het universum is, je ziet een, zeg maar, een gang met allemaal deuren. En op het moment dat je vraagt aan het universum in een bepaalde situatie, wat is er allemaal mogelijk? Dan gaan er allemaal deuren open. En dan is het aan jou om een deur uit te kiezen die licht voelt, die sprankelend voelt. Kan best heel spannend zijn, maar dat is wat anders. En dan ga je die deur door. Wat gebeurt er bij controle? Dan hebben we misschien al wel een deur uitgekozen. Dan zeggen we van oké, kom maar op met die deur. En dan gaan we er vervolgens tegenaan zitten. Ja, en je, echt serieus. Wij zijn, onze mind is zoveel sterker... dan het universum die het op je pad brengt. Dus op het moment dat jij enige vorm van controle uitoefent, dan ga je, dan, dat werkt niet. En dat is ook vaak van, wanneer gaan we pas om hulp vragen? Eigenlijk iedereen, ik durf dat best te zeggen, we vragen allemaal chronisch tekort aan het universum, aan de engelen, aan de aartsengelen, aan je gidsen, aan elke vorm wat er is. Want je zou eigenlijk continu met heel veel dingen, en dat is misschien wel elk kwartier of elke 10 minuten, zou je een vraag kunnen stellen. En dat zijn spieren die je traint, hè? Dat is niet iets wat je zomaar leert. En daarom doe ik ook challenges organiseren om je een stok achter de deur te geven. Ik noem het ook wel eens het Weight Watchers effect. Waarom een van de dingen waarom Weight Watchers goed werkt in mijn optiek is dat je elke week op de weegschaal moet staan. Dus je hebt een stok achter de deur. Jongens, dat werkt gewoon zo. Want we hebben het allemaal druk, we hebben altijd gestrest en we hebben altijd geen tijd. Daar zijn die challenges ook voor. Dus met andere woorden, met alles, het zijn met alles, met tools die je gebruikt, met healing die je geeft, met vragen stellen, dat zijn allemaal spieren die je traint. En dus daar gaat tijd in zitten, daar gaat investering in zitten. Maar de meeste mensen, die geven al op na 1 vraag stellen of misschien 5 vragen stellen. En dat heeft dus meestal ermee te maken dat we dat grote hoe hebben ingevuld. Dus dan komt het wel op je pad, maar je herkent het niet. Omdat jouw beeld van hoe het zou moeten zijn
overheersend is aan wat er aan je gepresenteerd wordt. En de eerste keren, nou ja, weet je, ik weet nog heel goed, en dat heb ik vorig jaar tijdens de Open Bewustzijn Challenge ook gedeeld, is dat ik ging een cursus doen met Maartje Koper. Dat was voor je bedrijf. Ik dacht, ik moet mijn bedrijf serieus nemen. En moeiteloos ondernemen heette dat. En Maartje werkte ook vanuit afstemmen. En dan moest ik elke dag vragen stellen. En ik ben iemand, ik neem altijd heel erg mijn huiswerk neem ik altijd heel serieus. Dus ik ging het ook echt doen. En dan waren er een aantal opdrachten in om elke dag vragen stellend aan het universum. En ik kan je echt verklappen, dat is inmiddels alweer bijna 2 jaar geleden. Ik kwam niet verder dan 5 vragen. En elke dag had ik ook alleen maar dezelfde vragen. Want mijn dochtertje die sliep niet door. Ik was helemaal uitgeput. En ik vroeg alleen maar universum, hoe krijg ik meer kracht? Universum, nou ja, dat vroeg ik dan wel. Universum, hoe krijg ik meer klanten? En universum, hoe kan ik mijn dochter door laten slapen? Maar omdat ik dus een volhouder ben, een bijtertje ben, en dus doorging met elke dag die vragen stellen, toen zag ik opeens na een maand dat ik opeens 20 vragen had verzonnen. En nu ik dus eigenlijk al 2 jaar lang, en dat gaat met vragen, soms ben ik heel veel met vragen bezig, dan zwakt het weer iets af en dan ben ik er heel erg mee bezig. Maar ik denk dat ik nu gemiddeld wel soms op een vraag of 200 zit op een dag dat ik stel. En misschien denk je wel, die is helemaal knetterwous geworden. Maar dat zal ik nog wel verder uitleggen. Maar om maar uit te leggen dat het vragen stellen echt een ontwikkelproces is. Boven bestaat ook geen tijd, jongens. En wij hebben hier een klok. En die klok die heeft 24 uur. Maar boven bestaat er geen tijd. En dat is ook nog vaak iets waar je de mist in gaat. Zo heb ik vorig jaar september ben ik gaan vragen om een werkruimte voor cursussen. Die kwam opeens maart op mijn pad. Dus daar zit even voor de gauwigheid 3,5 jaar tussen. Als ik meteen na die eerste keer vraagstellend had opgegeven, dan had het universum niet geweten van ze is nog steeds geïnteresseerd. Ze is nog steeds geïnteresseerd. Dus dat is ook nog zoiets. In principe is het zo dat bij elke vraagstelling hoort het universum jou. Die hoort je gewoon. Maar jouw gedachte daarachter, jouw gedachte over die vraag, of stiekem dat grote hoe invullen, of stiekem geen geduld hebben, of stiekem controle uitoefenen, dat haalt je vraag, ik noem dat altijd weer, eigenlijk uit de lucht. En weet je, je kunt soms dat vragen stellen ook vergelijken met een e-mail die je ergens naartoe stuurt. Dus je hebt een wens, een vraag of een verlangen en dan stuur je het weg, weet je. Maar die gedachten die je over die vraag hebt, die zorgen er soms voor dat die vraag eigenlijk meteen in de prullenmand komt. En dat is vaak serieus, dat is echt die snelheid van onze gedachten, dat is echt een echt, man, dat is soms secondenwerk. Dat is echt serieus 1 seconde en je hele vraag is al uit te lichten. Dus als je je nou afvraagt, hoe komt het toch dat ik die antwoorden niet krijg? Je krijgt ze wel. Ik weet zeker dat je ze krijgt. Het kan zijn dat je het grote hoe invult. Het kan zijn dat je de antwoorden tegenhoudt omdat je controle aan het uitoefenen bent. En als je dan aan het manifesteren bent, en als je het dan over die vragen hebt, dan adviseer ik je eigenlijk, verzamel zoveel mogelijk cognitieve informatie. Met elk boek wat ik lees, met elke cursus die ik doe, dan ga ik steeds beter snappen hoe het werkt. Hè? En om iets te kunnen laten werken, heb je gewoon een aantal succesfactoren nodig. Dat is dat je iets doet, dat je het volhoudt, dat je niet opgeeft. En dat je ook een stuk cognitieve informatie hebt. En dat is dus, in dit filmpje geef ik jou een stuk cognitieve informatie van, hoe werkt het universum nou? Dus geef nooit op. Geef nooit op. En vragen die heel vaak werken, waar je ook echt resultaat mee hebt, is ga eens vragen om een parkeerplekje. Dat kun je bijvoorbeeld aan de Engelen doen. Dus jij gaat naar een locatie en voordat je de auto instapt, vraag je om een parkeerplekje. Dat doe je niet 1 minuut van tevoren, maar op het moment dat je vertrekt naar die locatie, vraagt dan eens een parkeerplekje. Je kan ook aan een engel vragen. Engel, bestaan jullie eigenlijk wel? Kun je me een teken geven? Nou, als jij dan een veertje vindt op een ongebruikt
Er kwam even een telefoontje tussendoor. Als jij een veertje dan vindt op een ongebruikelijke plek, dan zijn dat de engelen. Niet elk veertje is een teken van de engelen. Jongens, als ik naar de kinderboerderij ga, dan word ik doodgegooid met veren. Ook als ik naar het park ga. Maar ik heb dus wel eens gehad dat ik door het park liep en dat ik een hele mooie groene veer vond. En die groene veer, die kleur, die stond dan ook weer ergens anders voor. Wat zo passend was op dat moment. En dan hebben we het ook weer over synchroniciteiten. En als je nu wil weten hoe het universum werkt, ga dan lezen over synchroniciteit. En jongens, Google is always your best friend. En wat ik heel vaak merk, is dat mensen... En dat bedoel ik niet verkeerd. Dus, en als je je aangesproken voelt, dan wil dat zeggen dat ik je ermee trigger. Dus kijk eens of het klopt. Maar soms hebben we de neiging om op ons wenken bediend te worden. En soms merk ik ook dat mensen graag op hun wenken bediend willen worden. Maar dat is dus niet... Je hebt altijd een stukje actie van jezelf nodig. Dus Google, mensen, kinderen... Je kunt alles en informatie vinden op Google, jongens. Iedereen heeft toegang tot Google. Ik geloof dat Nederland, dat de internetdichtheid in Nederland het grootste is van misschien nog steeds wel van de wereld. Weet je, iedereen heeft een smartphone. Dus kom bij mij niet aan van, ja, maar het is allemaal betaald en noem maar op. Weet je, jongens, we hebben allemaal Google. Kijk eens op de website van de Heldere Bron. Ik heb duizenden blogberichten geschreven. Dat stikvol spirituele informatie, wijsheden, hoe het universum werkt, hoe engelen werken. En dat is dus ook van, weet je, ik heb al in de afgelopen 2 jaar 10 video's gemaakt. Spreek de titel van een video aan, kijk de video. Ik geef waardevolle cursusinformatie. Ook in dit filmpje geef ik weer... Gewoon waardevolle cursusinformatie. Ik maak geen onderscheid. Als ik voor jullie een video maak, dan deel ik informatie die ik zelf heb uitgeplozen. En dat is wat ik heel vaak merk bij mensen, is dat ze een stukje in de drama, in de trauma gaan zitten. Dat ze zich vaak slachtoffer voelen van alles en iedereen. En dat is ook de uitnodiging, kom daaruit. Want weet je, niemand... Het universum, geld bijvoorbeeld, geld komt overal vandaan, weet je. Vraag om geld en je krijgt het, maar meestal, in de meeste gevallen, zal je er iets voor moeten doen. Al is het alleen maar, oké, een heel leuk voorbeeld. Ik heb een verlopen OV-chipkaart. Daar staat nog iets van €20 op. Dus als ik die brief straks post, dan krijg ik die €20 terug. Ja, die anders misschien wel verloren zou zijn gegaan. Dus met andere woorden, ik moet daar de actie voor doen, maar dan krijg ik het wel. Eigenlijk hoef ik maar een hele minieme actie te doen om die €20 terug te krijgen, ook al is het mijn eigen geld. En weet je, neem altijd de verantwoording voor je eigen leven en voor jezelf. En dat is ook... wanneer het universum je ondersteunt. En ik heb afgelopen weekend heb ik een filmpje of een bericht geplaatst over een quantum leap. En ik zal je even vertellen wat ik heb gedaan. Mijn huis is verkocht. Dat is dit huis waar ik nu zit. En mijn man en ik, we hebben een bod gedaan op een huis. Maar de huizenmarkt is op dit moment zo overspannen. En zeker hier in de stad, in Leiden. Dat als je hier huizen, zeker in een bepaald segment... Als je de eerste bent, dan moet je meteen bieden. En soms gaat die boven de vraagprijs uit en noem maar op. En we hebben dus een huis gezien. Net over de grens in Oegstgeest. Eigenlijk echt gewoon geweldig. Maar dat is wel een stap vooruit in vergelijking met dit huis. En we zijn allebei ondernemers. En dat, we hebben best soms wel lastige tijden gehad. Ook financieel. Dat ligt gelukkig nu achter ons. Maar... Dan ga je een nieuwe verplichting aan. En dan denk je wel even, oeps, kan ik dat allemaal betalen? Maar ik weet dat ik weet diep van binnen, dat deze stap de bedoeling is. Ik weet dat ik deze stap, en dat is dus een quantum leap. Dat is echt een sprong dat je denkt, ah! En ik heb eerder, een van die zo'n grote sprong die ik heb gemaakt, was toen ik mij in ging schrijven voor de Spirit Business School van Simone Levy en Dolly Heuveling. En op dat moment moest ik een mega investering doen in mezelf en in mijn bedrijf. Van richting de €4000. En dat was de helft van mijn verdiensten van dat jaar.
En ze deelden mee wat ze gingen doen. En het enige dat ik wist op dat moment is dus dat ik dacht, oh my god, ik moet dit doen. En hoe ga ik dit mijn man vertellen? En ondertussen wel de file. Hoe leuk werkt het universum mee? En toen zei ik ook tegen mezelf van. En eigenlijk ook naar het universum van, oké, universum, ik ga het doen. Maar jij gaat me nu vertellen hoe ik dat geld ga verdienen. Hoe kan ik dat geld gaan verdienen? Want op dat moment verdiende ik niet zoveel geld. En toen kreeg ik een idee door. En dat idee was, ga healings geven en vraag daar geld voor. Jongens, ik had nog nooit één healing gemaakt. Nog nooit. Ik had nog nooit een webinar gegeven. Ik had het nog nooit gedaan. Ik heb het in 2 weken neergezet. En ik doe het nog steeds, weet je. En dat was dus ook een mega sprong. Ik moest een webinar gaan geven wat ik nog nooit had gedaan. Ik moest healings gaan schrijven wat ik nog nooit had gedaan. En over een mega sprong begonnen. En die eerste maand had ik nog niet die 4000 euro. Maar als ik dan terugkijk in de tijd, is dat wel het begin geweest. Is die hele investering het begin geweest van een nieuwe weg. En dat in dat hele verhaal zitten hele belangrijke elementen. Dat is, je maakt een keuze. En als iets ligt, en dat kan oh zo spannend voelen. Maar dit huis voelt zo licht. Maar het voelt zo spannend. En dan komen je ergste demonen even weer voorbij. Dat je denkt, help! En dan kijk ik ze in de ogen en dan zeg ik, nee, dit is oud. Dit is niet nu. En ik vertrouw op mijn capaciteit. En ik heb dus duidelijk tegen het universum gezegd van, oké, universum, ik ga die stap doen. Het is een waanzinnig huis, grenzend aan een natuurgebied, met groen, serieus, in stadse omgeving. Het is gewoon echt gewoon zwaar uniek. En ook zo mooi, ik woon al 15 jaar op een bovenwoning. Maar zo spannend ook gewoon, weet je. En dat is zo'n sprong in vertrouwen. En dan vraag ik echt aan het universum van, oké, geef me luid en duidelijk. Geef me luid en duidelijk aan wat ik mag gaan doen, weet je. Hoe mag ik de komende 6 maanden, mag ik mijn centjes verdienen met de dingen die ik leuk vind. En toen kreeg ik al meteen een hint door, Pad van de Lichtwerker. En ik heb dus nu alleen maar een hint gekregen, Pad van de Lichtwerker. En zoals jullie weten spreek ik vaak en graag over lichtwerkers. En voor mij zijn lichtwerkers, is voor mij is eigenlijk lichtwerkers, er zit nog wel een diepere lading in. Maar voor mij is een lichtwerker, voor mij ben je al een lichtwerker als je een gave hebt en daar andere mensen mee wil helpen. En dat is eigenlijk ook de kern. En iedereen die op mijn pad komt, die heeft ook die wens. En die doet het al. En soms ben je er helemaal niet bewust van. Dus ja, weet je, universum, geef me luid en duidelijk. Hoe ga ik grote veranderingen? Hè? Zo'n grote stap vraagt om nieuwe veranderingen, vraagt om helderheid, vraagt om duidelijkheid. En daarvoor moet je vragen, daarvoor moet je je openstellen en dus niet controle uit gaan oefenen. Eigenlijk alles wat je hebt bedacht erover uitwissen. Ken je die schrijfborden voor kinderen? Ik heb hier geen één voorbeeld, maar dan schrijf je zo op en dan heb je zo'n magneet en dan veeg je eigenlijk alles weg. Dat is ook eigenlijk de bedoeling. Op het moment dat je een vraag stelt aan het universum, is je schrijft het op en dan haal je de mag en je zorgt ervoor dat al die gedachten weg zijn en je laat het universum jou de optie brengen. En die is altijd beter, jongens. Die is altijd beter, zoveel beter als wat jij kan bedenken nu. Want het universum is gewoon veel slimmer, intelligenter. En weet je, het universum die houdt van ons. Weet je, daar waar wij niet van onszelf houden, onvoldoende van onszelf houden, onszelf niet genoeg op waarde schatten. Het universum kijkt niet door die kleinere dingen heen, weet je. Die komt gewoon met zo'n optie aanzetten, weet je. En dan is het van, oké, kies je ervoor, stap je in en ga je nou voor die wilde rit. Het hele leuke is, jouw kruinchakra is jouw verbinding, je portaal met het universum. En als je nog net op je spirituele pad zit, dan staat die kruin nog niet zo open. En je kan je kruinchakra dus verder ook healen en openen. En dat kan je zelf doen, maar je kan jezelf ook een cadeautje geven. En een healing doen. En heel toevallig kreeg ik ingegeven van het universum om dus die kruinchakra healing te doen. En dan kom je er dus ook misschien wel achter wat de grote reden, wat een van de redenen is waardoor jij de toegang tot het universum blokkeert en dat je dus niet zo goed die berichten kan horen. Maar het zit, zoals je misschien als je het hele videootje hebt afgekeken,
dan zit het niet zo simpel in elkaar. Er is niet één antwoord voor. Wij mensen zijn complexe wezens. En af en toe dan... het universum is zo simpel. Dus complex en simpel, dat werkt niet. Dat gaat niet. Dat frikt met elkaar. Dus hoe simpeler jij gaat denken, des te betere match je eigenlijk bent met het universum. En zo simpel zit het eigenlijk in elkaar. En ons brein, die zegt alleen maar van, oh, maar zo simpel kan het niet zijn. En dan ga je alweer. Dan heb je je vraag eigenlijk alweer uit de lucht getrokken. Dus, weet je, nog even over die kruinchakra healing. Die gaan we volgende week donderdagavond doen. En dat gaat ook weer echt heel gaaf worden. Ik heb, misschien heb je de post al gezien, een reactie van iemand na de sacraal chakra healing. Want ik geef zelf de healing, dus ik voel van alles in mezelf. En soms krijg ik ook wel dingen voor andere mensen door. Maar ik kan niet voelen wat jij voelt. En toen kreeg ik opeens zo gaaf mailtje door. Ik denk, wauw, dus toen vroeg ik ook, mag ik het delen? En weet je, ik weet, als ik bij iemand zelf een healing doe, dan weet ik ook hoe het voelt, weet je. Dus dat vond ik eigenlijk gewoon super gaaf om dat mee te krijgen. En we hebben al een aantal chakra healing activaties gedaan. En we gaan er nog wel een aantal doen. Waarschijnlijk gaan we het hele rijtje af het komende jaar. En nu is dus kruinchakra. En kruinchakra helpt je dus ook om meer helderheid te krijgen in... Oké, wat kan ik nu doen? Waar ben ik nu goed in? Wat zijn termen als missie, als zielendoelen? Wat heb ik hier te doen en waar heb ik goed in? En als jouw kruin geheeld is, als er geen smuk op zit, geen angsten op zit... en de energie is heel intens, jongens. Niet alleen bij mij privé, ook bij jullie. Dat weet ik. Ik heb vanochtend naar een webinar van Tatja Blijham zitten luisteren. En daar kwam dezelfde boodschap weer door, weet je. En ik weet dat zij webinars geven voor 500 man. Dus we zitten met z'n allen in een hele intense energie. En die intense energie kan ervoor zorgen dat die angsten weer omhoog komen. En zo'n healing, die transformeert oude shit, weet je. Alles wat klaar is om lekker voor goed weggegooid te worden. Dus als je denkt, ja, die kruinchakra healing, dat is wat voor mij. Doe dan mee. Voor een mini investering, want het is maar €22. En kun je meedoen. En het leuke is dus, je hebt hem in je bezit. Dus als je over een paar weken weer denkt, hey, ik voel dat ik nu klaar ben voor een stapje verder. Dan doe je hem gewoon nog een keer. Want ook met healings, ook met alles, je doet alles in stapjes. Je groeit in stapjes. Jongens, ik ga donderdag naar Glastonbury. En ik moet even kijken hoe dat gaat. Want ik wil daar echt nog wel verslag gaan doen. En Glastonbury is echt heel bijzonder. Ik ben zo benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren. En of ik daar allemaal waanzinnige nieuwe ideeën door kan gaan krijgen. Wat ik voor jullie mag maken. Wat we gaan doen. En ook voor de challenge. Ik zit nog steeds een beetje te puzzelen. Ik heb het nog niet helemaal helder wat we gaan doen. Maar dat het weer heel gaaf gaat worden. Dat is gewoon zeker. En soms kan je ook voor een challenge weerstand ervaren, jongens. En dat is altijd... vraag jezelf dan, oké, is het weerstand wat ik ervaar? Geef je in ieder geval op. Je krijgt een mailtjes. En je kan altijd nog beslissen en besluiten of je wel of niet meedoet. Maar doe mij een plezier en geef je op. En ga niet in die week mijn mailtjes erdoor af. En ik wil nog meedoen. Want dan ben ik hele dagen aan het typen. En ik wil me eigenlijk alleen maar een beetje focussen op hetgene wat ik doe. Ga ik naar Idiari in Glastonbury? Dat zegt mij niks. Maar ik heb een aantal plekken staan natuurlijk. Stonehenge en al die Idiari. Nee, ik heb geen idee wat je bedoelt. Maar misschien kom ik het nog wel tegen. Dus ik zal bij dit filmpje ook nog even wat linkjes plaatsen. Yes. Dus... En ik denk ook nog steeds dat er ook nog een masterclassje vragen stellen aankomt. Maar dat zal verderop in het jaar komen. Maar voor nu alvast weer wat hints, tips en tricks. Yes, ik ga even verder. En dan wens ik jullie allemaal een fijne dag.